Hallo, ik ben Ab Meijerk. Toen ik 21 was, kwam ik bij Stork. We hadden toen de 50e jaren. En ik was een van de eerste die dus met de UTS-opleiding, de tegenwoordige MTS, dat ik bij Stork terecht kwam. Ik had ook mijn praktisch jaar daar gehad. En nadat ik dus de studie afgerond had, kon ik direct beginnen bij Stork. Ja, dat wil zeggen, ik moest eerst 21 maanden in de militaire dienst. Maar dat neemt niet weg. Toen daar een einde aan kwam, toen dacht ik heerlijk bij Stork te kunnen beginnen. Want ik had er best zin aan. Meneer Overweg, de chef van het laboratorium, die zei toen tegen mij: maar je moet eerst wat leren voordat je bij Stork mag beginnen. En dus ging ik eerst een jaar naar de röntgentechnische dienst in Rotterdam. Toen vond hij nog dat het nodig was dat ik eventjes bij werkspoor een beetje praktijk ging opdoen. En toen werd ik losgelaten op de producten van Stork. Bij Stork stonden opleidingen centraal. En dan wel gereed voor een bepaalde richting die je bij Stork wilde volgen. De deskundigen van Stork, dus de mensen die de leiding gaven, mensen, de managers, die waren bereid, zelfs op de Wilhelminaschool, allerlei cursussen te geven voor mensen die dus wat verder wilden kijken als hun huidige functie was. Zo ook voor mij kon ik dus later een opdracht van Stork, kon ik naar de HTS in Utrecht, waar ik een cursus materialenkennis en gieterijtechniek kon meenemen. Ook veel congressen hebben we bezorgd, gewoon om ons te ontwikkelen rondom alles wat voor Stork belangrijk was.